Voor de provincie Noord-Brabant is Onweerstaanbaar Someren een provinciaal voorbeeldproject voor het klimaatbestendig maken van Noord-Brabant. De provincie heeft zich aangesloten bij de reeds bestaande samenwerking van de gemeente Someren met de waterschappen A en Maas en de Dommel. Bestuurders van de vier overheden, onder wie wethouder Louise Winkels, ondertekende op dinsdag 19 maart een samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Louise Winkels vertelt daarover. Wethouder Louise Winkels, voor de provincie Noord-Brabant is Onweerstaanbaar Someren een voorbeeldproject voor het klimaatbestendig maken van Noord-Brabant. Dat is toch al wat? Ja, dat is toch al wat. Daar zijn we ook erg trots op, Harry, om dat te mogen ervaren. De provincie heeft de intentieverklaring ondertekend om deel te gaan nemen aan ons grote project, ons grote programma Onweerstaanbaar Someren, om Someren in zijn geheel klimaatadaptiever te maken. Dat betekent beter bestand tegen de opgaves van wateroverlast. We hebben ook te maken met veel hitte, we hebben te maken met droogte. Nou, in dat hele programma hebben we sinds 2016 de grote hagelschade en de enorme regenbuien hebben wij de handen ineengeslagen met de waterschappen. En nou ja, het is heel goed en fijn en mooi om te horen dat ook de provincie dat erkend heeft door bij te dragen. De provincie heeft jullie ontdekt of zijn jullie zelf de boer opgegaan met jullie project? Een beetje wisselwerking. We zijn zelf de boer opgegaan en we hebben, de provincie heeft ons ontdekt. Zoals ik al zei, we hebben vanaf het begin af aan 2016 intens overleg met de waterschappen. Het unieke van dit programma is dat wij in Someren te maken hebben met gebieden van zowel waterschap de Dommel als waterschap A en Maas. En het is ook uniek te noemen dat die twee waterschappen samen met één gemeente Someren de handen ineengeslagen hebben. En dan, daarvan vindt de provincie dus, dat is zo uniek, dat zij daar ook een steentje bij moeten dragen. En in die zin het als voorbeeldproject hebben gezien voor andere projecten vergelijkbaar in het land. Dat zag je aankomen, dat jullie een voorbeeld gingen worden? Zag je aankomen in de loop der tijd wel. Hè. Ik ben natuurlijk zelf pas een jaar aangestoten sinds de verkiezingen vorig jaar. Maar de manier waarop we hier kennelijk met elkaar samenwerken, de sense of urgency, hè, de directe noodzaak is aanwezig. De waterschappen staan over de opgave in het buitengebied, het afstromen van water via Peelrijd, Slievense Loop en Kleine A. Maar nadrukkelijk ook de mensen in het dorp, in het stedelijk gebied, die kunnen helpen bij waterbuffering op eigen erf. Een regenton, in je inrit net een paar stenen uit de inrit halen, waardoor je water beter kan bezinken in de eigen grond. Nou, dat totale programma, stedelijk gebied en buitengebied, met de twee waterschappen en de gemeente Someren, met daarbij ook nog eens een keer IVN, WOCOM, ZLTO, Staatsbosbeheer, dat maakt het voor de provincie uniek genoeg om ook hier een centje aan bij te dragen. Ja, en voor Someren was dat gewoon door nood gedwongen. Je moest je iets gaan bedenken. Ja, vaak is dat zo. Hè? Ik spreek genoeg bestuurders uit de regio die het sociaal domein hoog op de prioriteit hebben staan. Wij ook. Bereikbaarheid hoog op de agenda hebben staan. Wij ook. Maar wij hebben hier echt tot aan de knie in ons water gestaan. En dan praat je wel over de directe leefbaarheid van de mensen in de kleine kernen, in het Someren Noord, in de Keizerstraat en bij de Grebben. En ja, dat grijpt zo in op je dagelijkse leven, op je kwaliteit van leven, op je overlast, dat we hebben gezegd, nou, dat is hier ook een hele hoge prioriteit. En dan willen we als overheid echt ons nek voor uitsteken. Daarom hebben we hier ook die verstelling kunnen maken. Ja, mooi, waardering van de provincie en de waterschappen, de waardering van die bewoners daarachter, die is veel belangrijker. Nou ja, die bewoners moeten dat erkennen, moeten dat voelen, dat erkennen. We zijn nu toch al 2 jaar aan het praten en aan het organiseren. En de terechte vraag is dan ook, wanneer gaat de schop in de grond? We staan hier voor een groot perceel, wat binnenkort wordt omgebouwd tot een grote waterbufferzone. En nogmaals, de provincie gaat ook gewoon met €300.000 dit hele gebiedsproces mee ondersteunen. Nou, daar zijn we trots op en dit is natuurlijk ook een enorme kans om samen met de provincie en de waterschappen dus naar de Rijksoverheid te gaan. En te zeggen, kunnen we nou niet Someren en omgeving, misschien wel de Peel, bij het ministerie nog eens een keer als voorbeeldproject neergelegd worden. Want dan kun je echt hier spijkers per kop slaan. Ja. We gaan even naar dit project. Zijn je een waterbufferproject? Hoe moet ik dat zien? Nou ja, Someren is een watergebied. Het verval van Someren Heide, Someren Eind tot en met Lierop is ongeveer 14 meter. Dus als je kijkt waar het water vandaan komt, is het vanaf de Boerenkamplaan. En waar het water heen moet, is naar Lierop. Nou, dan kun je op twee manieren kun je die problemen. En Someren ligt er in het midden. Dus als een grote badkuip loopt die vol water. Nou, je kunt er op drie manieren aan werken. Door in die badkuip zelf ontstoppingen te maken waardoor het water snel wegloopt. Bijvoorbeeld in de Keizerstraat Grebben, waar die aanleggen.
maar aan de voorkant, aan de kant van Zomereind, zorgen dat het water niet naar Zomeren komt. Dus daar met een blauwe ader het water op tijd af laten stromen richting kanaal en de A. En aan de achterkant zorgen dat het water weg kan, waardoor het richting Slievensloop, Peelrijd en andere lopen ook weer naar het buitengebied gaat. Maar dan moeten we wel zorgen dat het water zuiver is. Dat er zuiver water, goed regenwater op de akkers komt. Want ja, wat we 2 jaar geleden meegemaakt hebben met vervuild water uit het riool op onze landbouwgronden, dat willen we niet hebben. Daar komen allerlei ziekten van voor de beesten. Het dierenwelzijn staat onder druk. Dat willen we niet. Dus vanaf de boer komt aan zorgen dat het water niet zomaar inkomt. Aan de achterkant van Zomer zorgen dat het water weg kan. En in Zomer zorgen dat het water kan bezinken. Nou, daar hebben we alle mensen bij nodig. Ja, dat betekent dat er zeg maar, bijvoorbeeld die sloten, die Slievense lopen, er iets meer moet gebeuren? Ja, dat kent een heel pakket aan maatregelen. Waterberging, zoals we hiervoor staan, is er één van. Maar dit moet geen waterbak worden. Dit kan heel mooi opgenomen worden in het zeelige gebied, het speelveldje in de zomer. En als er dan 2 keer of 3 keer per jaar een grote bui komt, dan staat het even een dag onder water. Dat moet kunnen. De natuurlijke aflopen, de natuurlijke stromen die we kennen, Peelrijd, Slievensloop, ik heb ze nu genoemd, die kunnen misschien wat breder gemaakt worden met wat uiterwaarden, dat je daar wat meer watercapaciteit krijgt. Je hebt ook te maken met de stuwen en de sluizen, dat zijn meer de technische zaken die verderop richting kanaal aangepast moeten worden. Maar dat grijpt allemaal in elkaar, want het water volgt de weg naar beneden en het kleinste gat ergens in die hele keten zorgt voor opstopping. Dus het werkt alleen maar als je in het hele tracé waar het water doorheen gaat de volle capaciteit kunt bereiken. Ja, en die bewoners hier in Zomernoord, die worden erbij betrokken bij dit project? Natuurlijk, want ook aan hen wordt in ieder geval de informatie gegeven wat ze kunnen verwachten. Want er liggen nog steeds daar zandzakken voor de deur. En nog steeds wachten mensen op wat gaat er nu gebeuren. Dus we zijn aan het kijken, als er weer zo'n regen bij valt en het wordt nu zomer, dus nu is het even van de baan. Maar we zijn aan het kijken hoe snel mogelijk we het oppervlaktewater van de straat af kunnen krijgen. Misschien moeten we de straat wel iets dieper leggen met wat hogere randen. Dat zijn allemaal maatregelen om niet meer maar in het publieke gebied vanuit de gemeente dingen te regelen. De mensen kunnen zelf nogmaals meehelpen om bijvoorbeeld in hun eigen tuin toch net wat meer gras en tuinaanleg te hebben. Iets minder stenen op je inrit, waardoor je ook het water op je eigen erf kunt laten afzinken. Nou, dat hele samenspel moet berekend worden, maar het klimaat reageert snel. Sneller als we verwacht hadden. Het is al eerder gezegd, eerst hadden we eens per 300 jaar zo'n bui. Nu hebben we er 3 per jaar. En misschien is het over 5 jaar wel 10 per jaar. Dus we proberen hier ook, zoals het dan heet, boven normatief te gaan werken. Waardoor je ook echt op de toekomst bent voorbereid. En dan is het heel mooi dat de provincie dat onderkent en zegt, wij doen mee.